Suriname treedt op als gastheer bij de 23e regionale pesticidenconferentie die vandaag in Hotel Krasnapolski is begonnen. Jaarlijks komen landen in de regio bijeen om over gedragscodes en wetgeving ten aanzien van pesticiden te praten. Rabin Parmeser, minister van LVV, haalt aan dat Suriname op dit gebied veel uitdagingen heeft. Volgens de bewindsman is de overheid enkele jaren geleden begonnen flessen en ander pesticidenmateriaal op verantwoorde wijze te vernietigen. Echter moet er volgens Parmeser meer gedaan worden op het gebied van gedragsveranderingen. Gedragsverandering van onze mensen. Het gebruik van pesticiden in onze voedselketen. Dat is een grote uitdaging waar ik het over had tijdens mijn speech. En verandering van het gedrag van producenten, ik bedoel boeren, producenten van voedselgewassen. Dat is iets waar we enorm veel aandacht aan moeten schenken. Over het algemeen, heel verplicht, meten we, zijn we heel actief. Omdat als we producten voor het buitenland, ja toch, organiseren. Met alle laboratoria, weet je, metingen. Het moet safe zijn voor de mensen in het buitenland. Want anders kan je niet exporteren. Maar wat is ons gedrag als het om de lokale bevolking, voor onze familieleden, voor u en mij, onze naasten gaat. En op dat gebied, zonder iemand te beschuldigen, en, is er een grote uitdaging. En we hebben veel stappen te ondernemen. Rabin Parmeser. Carmen van Dijk, waarnemend hoofdafdeling bestrijdingsmiddelen LVV, zegt dat er al een project gaande is voor gedragsverandering. Dit project zal het gebruik van plastic flessen van pesticiden monitoren. Van Dijk is de aankomende voorzitter van de Caribische Pesticidencommissie. We zijn nu bezig in een obsolete pesticidenproject. En in Suriname hebben we al kunnen bewerkstelligen, enige in de regio, dat wij in samenwerking met importeurs een pilotproject hebben opgezet waarbij we tot nu toe in 2 seizoenen, rijstseizoenen, al 4,5 ton aan lege pesticidenflessen uit het veld hebben kunnen halen en hebben kunnen brengen naar het recyclingsbedrijf Amreco, al waar het is platgedrukt. Dus het beleid is om eigenlijk de kennis die wij hebben hier in Suriname, wat we hebben opgedaan, om dat te delen met de rest. Aldus Carmen van Dijk, waarnemend hoofdafdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV. Ze sprak vanmorgen bij de opening van de 23e regionale pesticidenconferentie in Hotel Krasnapolski. De conferentie duurt tot en met woensdag 12 juni.